Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal Elbel. Vandaag ga ik iets super tof doen. Ik ga weer naar de Apple Jig en ik ga een vlog en een shoplog voor jullie maken. Ik ben nu nog op een nieuwjaars lunch brunch afschiet. En daarna ga ik naar de Apple Jig in Zaventem. Ik ben er dus nog nooit geweest. Maar doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en laten we maar beginnen. Ik denk dat ik ook iets aan mijn intro ga doen, want ik vind het een beetje saai worden. Maar dat ga je nog wel vanzelf zien. En ik ben ook een beetje geleden naar de Apple Jig geweest, maar dat was heel kort, want ik moest gewoon nieuwe botjes hebben. En als je die wil, zal ik die in de shop nog ook laten zien. En dan gaan we naar de Apple Jig. Hier zijn dus alle dikjes en ik had zo deze gezien die ik wou, maar nu ben ik een beetje bang dat deze te groot voor Valenzo gaat zijn. Dus ja, ik ben nog even aan het verder zien. Ik ben dus nu terug thuis en ik ga dus nu de shoplog doen. En ik ga dus laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En ik ga ook de prijs erbij vertellen, dus laten we maar beginnen. Het eerste wat ik heb gekocht is deze super mooie broek. Ik ben er echt super blij mee, want het zit echt super goed. Het is van het merk Equitem, als ik het juist uitspreek. En hij was €54,95, dus €55. En ik ga hem eventjes van dichterbij laten zien. Dit is dus aan de voorkant. Hier is een diamantje. En zo ziet hij eruit. Hij is ook meer anti-sleep aan deze kant. En ja. Oké, het volgende wat ik heb gekocht zijn deze twee bontjes. Ik heb een halve staal sinds kort, als jullie dat nog niet weten. En die had dat nodig voor aan zijn teugels. Het zijn elk soort van... Ja, het is eigenlijk niet voor aan de teugels, maar de mevrouw in de winkel zei dat het... ook kan voor gebruikt worden. Dus dan heb ik deze gekocht. En deze zijn van BR. En die waren per stuk €13. Dus dat zijn deze. Ze zijn gewoon zo wit-geelachtig. En ze zijn super zacht. Oké, het volgende wat ik heb gekocht is dit. En het ziet er misschien een beetje raar uit. Maar het zijn balletjes met... groen en roze. En ze dienen ook voor in de was te steken. En dan gaan alle pluisjes en vuiltjes en zo. Gaan hier super makkelijk af. En deze waren €6. En ja, het is de eerste keer dat ik het koop. Dus ik hoop dat het handig is. Het volgende wat ik heb gekocht is dit rode halstertouw. Het is van de Harry's Horse. En ja, het heeft zo gewoon een zilveren clip. En het is gewoon wat donkerrood. Mijn halve staal had ook nog een touw nodig. En ja, het is gewoon een tof touw. Dus daarom. Het volgende wat ik heb gekocht zijn deze HV Polo sokken. Ze waren €8. En ik ga ze er even uithalen, want ik heb ze nog niet echt van dichtbij gezien. Maar ik vond ze wel leuk. En ze zien er zo uit. Super tof. Hier het teken van HV Polo en hier een 3. En ja, dat is dan zo. Ik weet, ik heb al veel sokken, maar ik wou ze toch hebben. Oké, het volgende wat ik heb gekocht zijn deze snoepjes. Het zijn paar snoepjes met de smaak appel. En ze waren €4. Ik had al wel gewoon genoeg snoepjes, maar een extra lading kan nooit kwaad. Dan heb ik ook iets super leuk, namelijk een nieuwe jas. En hij is best wel groot als jullie zien. Ik ga hem niet helemaal van dichtbij laten zien, denk ik. Maar hier heb je een bont met bont. En ja, het is, van binnen heb je ook roze streepjes en zo. Het is een jas van HV Polo. Dus dat is ook leuk. Ja. En hier staat dan het logo op. En ja, het is een super toffe jas. Alleen het is elke gekocht voor volgend jaar. Dat we volgend jaar een jas moeten kopen. En
Ja, misschien kan ik hem nu al dragen, maar hij is eerder voor volgend jaar. Want hij is nog een beetje te groot, alleen een beetje te lang. En deze was, eventjes kijken. Waar staat het? Deze was 160 euro, maar er is veel korting mee gegaan. Over een andere dingen, want het is nu solde in de Apple Jack. Dus ja, er is sowieso al wat kortingen gegaan. En dan zijn we weer bij het laatste, maar ik vind het toch wel het leukste aangekomen. Namelijk, ik heb mijn allereerste dekje gekocht. En ik ben er super blij mee. Voor de zekerheid heb ik het bonnetje bijgehouden, zodat ik het kan wisselen als het toch te groot is of niet is wat ik wou. Maar hij is echt super tof. Hij is van BR. Het is gewoon een simpele donkerblauw, maar dat wou ik ook. Van binnen is hij grijs en de afwerkingen en zo zijn ook gewoon grijs. En ja, dit heb je dan om aan het zaal te bevestigen. Maar ik vind hem echt super tof. En hij was 37 euro. Dus valt op zich nog wel mee. En hij is maatvol. Dan wil ik jullie heel erg bedanken om te kijken naar deze video. Doe vast een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet had gedaan. Abonneer op mijn kanaal als je dat ook nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer.